Dag allemaal, welkom bij het weerbericht van vandaag, maandag 24 juli 2023. We zitten midden in de zomer en eigenlijk wat de warmste periode zou moeten zijn, maar daar is helemaal niks meer van te merken op de weerkaarten. We zakken steeds dieper weg in wisselvalligheid en in koelte, want de temperaturen die zijn allang geen zomerse waarden meer. Integendeel, we halen vandaag maximum temperaturen. Die kunnen oplopen naar een graad of 18, 19 aan de kust. Misschien nog net eventjes een tik tegen de 20 hier en daar landinwaarts. Maar dat zijn momentopnames. Meestal overdag zitten we daar gewoon een stuk onder. En halen we maar tussen de 16 en de 18 graden. Zeker tijdens die momenten dat er regen en buien aan te pas komen. En die zullen er vandaag ook zeker weer zijn. De dag loopt heel wisselvallig. Met soms wel eens een brede opklaring, oké, maar even zo goed perioden met zware bewolking waarbij het zelfs betrokken kan zijn. Of daar overal evenveel regen bij valt, dat is helemaal niet zeker. Gisteren bijvoorbeeld zagen we dat vooral het oosten en zuiden van Oost-Vlaanderen met zware buien te maken heeft gekregen, zeker in de namiddag. Tot en met vanochtend zijn daar plaatselijk neerslaghoeveelheden gevallen van 30 tot 40 liter water per vierkante meter. Iets waar we in andere delen van onze regio eigenlijk alleen maar kunnen van dromen. Want laat ons eerlijk zijn, het is nu wel wisselvallig geworden, maar in grote stukken van Oost- en West-Vlaanderen is het nog altijd veel te droog. En die droogte, ja, die komt niet meteen overal tot een eind, want vandaag krijgen we dan weer een aantal buien. Pas op, dat kunnen lokaal felle buien zijn hoor, met eventueel op sommige plekken zelfs een paar tientallen liters water per vierkante meter. Maar net als gisteren is die verdeling van die buien van voordien bijna onmogelijk te voorspellen. Plus dat ze ook weer maar plaatselijk zullen gaan voorkomen. De grootste kans op buien maken we eigenlijk allemaal wel in de tweede helft van de ochtend en vanmiddag. Maar die verdeling zal dus ongelijk en lokaal zijn. Lokaal kan daar zelfs een donderklap bij aan te pas komen. En die buien die kunnen dus ook veel neerslag brengen op een korte periode. Lokaal kan dat overvloedig zijn, maar op andere plekken gebeurt er dan weer weinig tot niks. Temperaturen, zoals gezegd, ja, ondermaats voor de tijd van het jaar. En dan hebben we nog de winter bij. Die waait stevig door aan zee uit een zuidwestelijke richting. Daar haalt hij nog wel gemakkelijk een 3, 4, 5 beaufort. Boven land is dat wat minder uitgesproken, maar ook daar staat toch nog redelijk wat wind uit diezelfde richting. Vanmiddag gaat hij dan vrij snel draaien naar het noordwesten. En op de draaiing van die wind kan er tijdelijk weer meer wind komen te staan. Later neemt hij dan in kracht af. Vanavond en vannacht is het dan wisselend tot zwaar bewolkt. Bij minima rond een 11, 12 graden landinwaarts, 13, 14 aan zee. Er is nog kans op een bui, maar zeker niet overal. En tegen de ochtend neemt de kans op een bui aan de kust dan weer wat toe. Morgen dan krijgen we wat stabilisatie in de vorm van een weg van hoge luchtdruk. Maar die kan de buiigheid niet volledig onderdrukken. Een lokale bui blijft mogelijk. Maar de meeste plekken houden het dan toch een stuk droger of helemaal droog. De temperaturen profiteren niet van die weg van hoge luchtdruk. Het blijft aan de koele kant. Met maxima tussen een 17, 18, 19 graden aan de kust. Landinwaarts 18, 19 graden. Dat zijn maxima, dus momentopnames, meestal zitten we zelfs iets lager. Woensdag lijkt dan een beetje de betere dag van de week te kunnen worden. Pas op, ook de nachten zijn koeler, met minima rond een 10, 11 graden. Maar woensdag zou het dan overwegend droog moeten blijven, al is een enkele bui zeker niet uit te sluiten. De temperaturen die blijven aan de koele kant, maar kunnen woensdag misschien toch wel weer een graad of 20, 21 halen landinwaarts. Er is dan ook minder wind, dus dat voelt een stukje beter aan. In de tweede helft van de week, ja, dan moeten we niet zo heel veel verbetering verwachten. Integendeel, donderdag komt een nieuw lage drukgebied in onze buurt aan. En dat zorgt dan weer voor perioden met regen en wind. Donderdag zou wel eens een erg mindere dag kunnen worden. De vraag is of het dan droog zou blijven. Met storingen dicht in de buurt moeten we niet veel goeds verwachten. Ook vrijdag en het weekend blijft de onstabiliteit opspelen. Ik zet er nog heel eventjes de pluim bij. En dan zie je dat op langere termijn er wel wat verbetering is. In de onderste grafiek zitten er minder neerslagsignalen. En de bovenste grafiek, daarbij gaan de temperaturen toch geleidelijk aan iets omhoog. Maar het is toch allemaal met trekken en sleuren. Een echte heropleving van hoogzomerse toestanden is voorlopig in onze buurt niet aan de orde. En we zullen het met deze mindere fase moeten doen.
Niettemin, geniet toch van de dag. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.